Datsun, ze komen uit Nieuw-Zeeland. Het is hard rock. En dan ga ik een schets maken. En dan denk ik al gauw aan een kiwi met lang haar. In een auto. Met een hoop rook. Die door een bos heen scheurt. Dat heb ik dan getekend. Dan ga ik dat overzetten op een sheet. En daar ga ik dan in krassen. En zo werkt dat. En dan uiteindelijk heb ik dan het ontwerp op sheet klaar, het origineel. En dat ga ik dan inscannen in de computer. Die print ik dan een aantal uit, omdat ik gewoon ook nog niet weet wat voor kleur ik ga gebruiken. Dus ik heb er een stuk of acht op een velletje staan. En dan ga ik wat kleurproefjes maken. En als ik dan een idee heb dat het goed is, dan ga ik dus bezig met doorzichtige folie de originele maken. Deze originele die gebruik ik om de zeef te belichten en de kleuren op het papier te drukken. Nou, de Vera poster is zo speciaal omdat het elke Vera poster een kunstwerkje op zich is. Het heeft niks te maken met het neerzetten van een bepaalde huisstijl van de club. Bij elke poster gaat de ontwerper aan de slag om de avond en de band op zich staand zo effectief mogelijk neer te zetten qua beeld. Wat in de loop der jaren echt een lawine aan visuele schatten heeft opgeleverd, ons inziens. Waarin zelfs geen clublogo in te ontdekken is. En er is geen tent ter wereld die dat doet. Als ik dit onder de zeef leg en belicht, dan blijft de coat die op die zeef zit, die blijft op dit gedeelte zeg maar zacht. En die kan ik later uitspuiten met water. Waar het weggehaald is, die folie, daar blijft het hard. En daar gaat de inkt dus ook straks niet doorheen. En zo doe ik dat met elke origineel voor elke kleur. Niet bang zijn. Dus makkelijk gekke kleurcombinaties maken. En weet je, er zit een soort makkelijkheid in die niet gehinderd door stijlprincipes. Weet je, het is een beetje fuck you benadering ook. Gewoon. Absoluut niet voor het establishment, maar echt voor mensen die gewoon op zoek zijn naar dingen, die overal aan willen snuffelen. En dat bentje, dat bentje. En ja, en dat, ik denk dat die mentaliteit, dat is het overkoepelende de verbindende factor binnen die Vera-affiches. We hebben zelfs posters gedrukt voor Giant Sand en dat hebben we met lijm en zand gedrukt. Eerst een drukgang lijm en dan een drukgang zand van het zand wat je in de vogelkooi doet. Ja, en dan gingen die zeven helemaal aan gort. En er werd wel wat over gemopperd dat we dan een gigantische puinzooi hadden achtergelaten. Maar verder is ons creatief nooit een stroopbreed in de weg gelegd. En je kunt ook achter in het boek hebben we nog een afdeling. Dat zijn dan vreemde posters. Die heb je bijvoorbeeld een postertje waar een houten kruisje op geplakt is. Deze poster was opgerold. Dit was een poster, hadden we dan chocoladerepen bij de Aldi met een dingetje eromheen voor een avond van de Das Aldi combo. Nou, posters met kleine postzegeltjes erop. We hebben zelfs een keer een postertje gemaakt waar we een dinkietooitje op hadden gelijmd. Maar jammer genoeg zijn die allemaal verloren gegaan. Maar eigenlijk was het nooit wat te gek. Black and white we go.
De Metal Battle is een landelijke talentenjacht voor beginnende metal bands. Het doel van deze wedstrijd is om beginnende metal bands de kans te geven om zichzelf te promoten en later groot te worden. De voorronden zijn hier in Groningen in de Viaduct, dus we gaan even binnenkijken. Kom je mee? Wat betekent metal voor jullie? Voor mij persoonlijk betekent het een uitlaatklep inderdaad. Gewoon wat ik eerder ook al zei, het is gewoon echt alle agressie erin gooien. En toch ook wel, vind ik zelf, veel gevoelens. Het is wel heel hard, maar als je goed naar de riffs luistert, zit er toch wel diepgang en zeker gevoeligheid in. Ja. Hallo! Hey, wacht even hoor. Ja. Hey. Hi. Welke band is jouw favoriet? Noir. Geesteland. Geestland. Janutje Sanguinary. Ik vond Tribal Spirits echt leuk. Ja, er is echt plezier in. Dat vind ik wel leuk om te zien. Dus dan hoop ik ook dat ze wel winnen. Jullie hebben al die bands gezien tot nu toe. Welke was jouw favoriet? Noir. Waarom? Nou, ze zijn gewoon ontzettend goed. Er zitten gewoon goede teksten in en gewoon wel op een goede manier gebracht. Dus je hebt wel de tekst gehoord? Ja, zeker. Op de eerste plaats staat natuurlijk dus Geesteland. Hoe voelt het om te winnen? Ja, als een winnaar. Te gek, te gek. Had niet verwacht, dus te gek hebben we gewonnen. Het is afgelopen. Geesteland heeft gewonnen. Ik heb wel genoten, maar nu ga ik even naar de Palace. Later. Where do I start? Where do I begin? Where do I start?